In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van zijn Heilige Geest, zij altijd met u en met uw geest. Een kind is ons geboren, een zoon werd ons geschonken. Hem wordt de macht op de schouders gelegd. Zijn naam is afgezand van Gods raad. Welkom broeders en zusters die thuis met ons meeviert. En ook u hier in onze kerk. Vergeleken met vannacht is de kerk nu stampvol. En dat is goed, want het is goed dat er rond het altaar van Christus zelf mensen verzameld zijn. We kennen allemaal de oorzaak, we weten dat we in een lastige tijd leven en we weten dat besmettingen steeds meer oplopen. En word ik opgeroepen om voorzichtig te zijn, om afstand te houden en vooral ook in hart en ziel naar elkaar om te zien. God heeft ook naar ons omgezien. Hij heeft het woord vlees laten worden. Vlees laten worden zoals wij alle zijn geboren, uit de liefde van God. En met grote vreugde en dankbaarheid mogen we het kerstfeest vieren, de geboorte van onze Heer. Want daarop is onze hoop gevestigd, dat wij zoals Hij ons menselijk bestaan mogen delen in zijn goddelijk en onsterfelijk leven. Laten we samen op deze kerstochtend God en elkaar om vergeving vragen. Onze hulp is de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen dan de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.
Laat ons bidden. God, op wonderbare wijze hebt gij de mens geschapen en op nog wonderlijker wijze in zijn waardigheid hersteld. Wij bidden u, neem ons op in het goddelijk leven van hem, die ons mens zijn heeft willen delen. Jezus Christus, onze Heer, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door alle eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de profeet Jesaja. Hoe liefelijk op de bergen de voeten van de vreugdebode, die vrede meldt, goed nieuws verkondigt, die heil komt melden, die zegt tot Sion, uw God regeert. Hoort, uw torenwachters verheffen hun stem, zij jubelen tegelijk, want zij zien, oog in oog, de terugkeer van de Heer naar Sion. Barst los in jubel allen samen, puinen van Jeruzalem, want de Heer heeft zijn volk getroost, hij heeft Jeruzalem verlost. De Heer heeft zijn heilige arm ontbloot voor de ogen van alle volkeren en alle grenzen der aarde hebben het heil van onze God aanschouwd. Zo spreekt de Heer. Wij danken u, God. Uit de brief aan de Hebreeën. Broeders en zusters, nadat God eertijds vele malen en op velerlei wijzen tot onze vaderen gesproken had door de profeten, heeft hij nu, op het einde der tijden, tot ons gesproken door de Zoon, die hij erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, en door wie hij het heelal heeft geschapen. Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen. Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging der zonden te hebben voltrokken, heeft hij zich neergezet ter rechterzijde van de majesteit in den hoge, ver verheven boven de engelen, zoals hij hen ook overtreft
in de waardigheid die zijn deel is geworden. Heeft God ooit tot een engel gezegd: Gij zijt mijn zoon, ik heb u heden verwekt? Of: Ik zal een vader voor hem zijn en hij zal mijn zoon zijn? Wanneer hij evenwel de eerstgeborene opnieuw de wereld binnenleidt, zegt hij: Alle engelen Gods moeten hem hulde brengen. Zo spreekt de Heer. Wij danken. Wij staan in het volle licht van deze heilige dag. Komt, laten we de Heer aanbidden, want heden daalde een groot licht op aarde neer. De Heer zal bij u zijn. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes. Lof zij u, Christus. In het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alles is door hem geworden, en zonder hem is niets geworden van wat geworden is. In hem was leven, en dat leven was het licht der mensen. En het licht schijnt in de duisternis, maar de duisternis nam het niet aan. Er trad een mens op, een gezondene van God. Zijn naam was Johannes. Deze kwam tot getuigenis, om te getuigen van het licht, opdat allen door hem tot geloof zouden komen. Niet hij was het licht, maar hij moest getuigen van het licht. Het ware licht dat iedere mens verlicht, kwam in de wereld. Hij was in de wereld was door hem geworden, en toch erkende de wereld hem niet. Hij kwam in het zijne, maar de zijne aanvaarde hem niet. Aan allen echter die hem wel aanvaarden, aan hen die in zijn naam geloven, gaf hij het vermogen kinderen van God te worden. Zij zijn niet uit bloed, noch uit begeerte van het vlees of de wil van een man, maar uit God geboren. Het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. We hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, zulk een heerlijkheid als de enig geborene van de Vader ontvangt, vol genade en waarheid. We hebben Johannes' getuigenis over hem toen hij uitriep: Deze was het, van wie ik zei: Hij die achter mij komt, is voor mij, want hij was eerder dan ik. Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade. Werd de wet door Mozes gegeven, de genade en de waarheid kwamen door Jezus Christus. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren God die in de schoot van de Vader is. Hij heeft hem doen kennen.
Zo spreekt de Heer. Wij danken God. Broeders en zusters, 4 weken lang de adventstijd hebben we ons voorbereid binnen de liturgie, maar ook misschien binnen ons gangbare dagelijkse leven op kerstmis. 4 weken lang om in de kerstnacht Christus te begroeten. Om op kerstochtend de herders aan de stal te zien komen en dan op kerstochtend zelf de dagmis eigenlijk in het evangelie niets meer over kerstmis te horen. Arme u, u begrijpt dat alles wat in het evangelie vandaag ons wordt voorgehouden, natuurlijk gestoeld is op de menswording van God, op de geboorte van Christus. En het lijkt allemaal haastig, 4 weken lang in de gangbare sleur, de goede sleur naar kerstmis toe, kerstavond, kerstochtend, en dan is het eigenlijk allemaal weer voorbij. En dan vervallen we weer in de gewone staat van het leven. We hebben dit jaar een hele lastige kerst. Het lijkt wel echt alsof het kerstmis is. Het is overal in onze wereld mis. Het virus laait maar door. De ziekenhuizen zitten vol. De virologen en de micrologen doen hun uiterste best om uiteindelijk misschien wel de hele wereld te kunnen vaccineren. Het is een vervelend en akelig virus dat ons treft. Er is al heel veel over geschreven, over gezegd. Er is heel veel over gediscussieerd. Er is tegen gedemonstreerd. Maar één ding is belangrijk. Kerstmis wordt gevierd door alle omstandigheden heen. In 1866 was er ook geen nachtmis. Het had niets te maken met de kerk die toen hier bij ons instortte en het rugwerk verbrijzelde. Maar er was een cholera-epidemie. En daartoe waren er geen nachtmissen en missen met kerstmis. En we zien dat uit alle puinhopen, ook de puinhopen van Israël, het nieuwe weer tevoorschijn komt.
zoals een narcist die geplant wordt in de herfst, hopelijk in de lente zijn kopje boven zal steken en de zon zal begroeten. De nachtmis van Kerstmis laat God zien dat Hij met ons is. Emmanuel, God met ons. Niet over ons en niet naast ons, maar juist God met ons, in ons en werkt door ons. En Maria hebben we gisteravond in het Kerstevangelie slechts één keer horen vernoemen. Slechts één keer verhaalt Lucas in het Kerstevangelie de naam van Maria. En dan nog terzijde, omdat het over Jozef ging, die met zijn vrouw Maria naar Bethlehem ging om geteld te worden. En dan wordt er ook nog zijdelings bij vermeld dat Maria zwanger was. Maar het is wel Maria geweest die doorheen haar zwangerschap uiteindelijk Gods belofte ter wereld mocht brengen. En een belofte van God geldt voor alle tijden. God kent geen tijd. Eens geboren is altijd geboren. Eens geleefd is altijd geleefd. Eens verguisd is altijd verguisd. Eens gekruisigd is altijd gekruisigd. En eens verrezen is voor immer verrezen. Dat is de belofte die in dat kleine kribbetje van Bethlehem wordt neergelegd. Dat kleine kind dat door de herders als eerste geschouwd wordt. Dat kleine kind dat zijn handjes uitspreidt naar de wereld, al wetende wat er van hem in de toekomst zal worden. Je zult moeder worden en een zoon ter wereld brengen. Gods licht schijnt door Christus. En Maria geloofde. Maria vertrouwde. En Maria droeg in stilte 9 maanden lang Gods belofte. Bijna onvoorstelbaar om voor de geest te halen. Maar o zo waar en o zo dat vlees geworden woord. 9 maanden lang groeide haar hoop, haar verlangen, om de woorden van de engel bevestigd en bewaarheid te zien worden. We kunnen die 9 maanden ook naar onze tijd toetrekken. De tijd waarin we nu leven. Want al 9 maanden kreunen we onder de last en het geweld van COVID-19. Dat ons leven, wat we gewend waren te leven, aan banden heeft gelegd. We hebben er niet om gevraagd, het is ons overkomen. Maar bovenal is er veel geleden. Er is opgeofferd, er is gezorgd. En juist het lijden, de offervaardigheid en het zorgen is cruciaal om alert te blijven. Omdat het gestoeld is op menslievendheid en weten wat je doet. Het grenst aan de kardinale deugden. Voorzichtigheid, rechtvaardigheid, moed en matigheid. 9 maanden lang in de voorzichtigheid stond. Wat is wel en wat is niet gerechtvaardigd? De moed om maatregelen te treffen of te verruimen. En de 1,5
rechtmatigheidsmeter. En dan nog wordt het uitzichtloos of wordt het betekenisvol. Die 9 maanden van Maria's zwangerschap en de 9 maanden waarin wij ons nu al bevinden, hebben een tegenstelling, hebben ook een vreugdevolle hoop, omdat uiteindelijk Gods licht zal doorbreken. Ook die moeilijke tijd die we nu beleven. Uiteindelijk komt het goed. Dankzij natuurlijk ook de virologen en de micrologen. Dankzij artsen en verplegers die hun talenten en gaven gebruiken om een virusremmer of een vaccin te ontwikkelen. Dat er schijnbaar is en waarvan binnenkort een begin wordt gemaakt met het prikken. Broeders en zusters, het woord, zegt Johannes, is vlees geworden. Alles wat in het Oude Testament door de profeten beschouwd, gezegd, overwogen en uitgesproken is, is daadwerkelijk materieel vlees geworden. God is mens geworden. In het klein, in het kwetsbare, in het hele breekbare. Zo breekbaar als het leven zelf kan zijn. En het woord, zegt Sint-Jan, dat woont onder ons. En het woord is ook door mensen niet aanvaard. Er verscheen iemand, zegt hij, Johannes de Doper in kamelenhaar. En die wees het licht aan. Niet ik ben het licht, maar ik getuig van het licht dat komt. Hoe profetisch, hoe voorspelbaar, hoe goed voor ons. En het woord dat woont in ons leven. Dat woont in onze eigen woorden. En de conclusie is een van de meest belangrijke antwoorden uit de geschiedenis. Een antwoord van Maria. Mij geschiede naar uw woord. En dan kan de vervulling van de profetieën zijn weg verder gaan. Naar de stal van Bethlehem. En dat is het geluk voor Christus. En de redding van ons. Zo leeg als de kerken op deze kerstdag gisteren en misschien nog wel een stuk in het nieuwe jaar zijn, zo vol waren de herbergen in Bethlehem in de eerste kerstnacht. Maar we mogen ons niet vergissen in tegenstellingen en vergelijkingen. Maria en Jozef, die gingen niet naar een feest. Gingen niet naar familie om op bezoek te gaan. Maar ze gingen zich laten tellen. En enkel tot meerder eer en glorie van de keizer. Hoe meer zielen, zegt de keizer, hoe meer vreugd. En hoe meer mensen, hoe meer belastingcenten ik kan innen. Tot eer en meerder glorie van een sterveling. Daartoe gaan Maria en Jozef op reis. En dat die reis uiteindelijk de oorzaak was dat Christus in een grot geboren moest worden, tekent ook de bedoeling van zijn menswording. Gelijk worden aan ieder nieuw geboren kind, kwetsbaar klein en vertederend. En in dat kleine wonder van die geboorte, zoals we ook zelf geboren zijn, en waarvan elke moeder kan getuigen, in dat wonder zit de drijvende en levengevende kracht van God. Een positieve kracht, een helende kracht. Beschouwend zijn we natuurlijk in
ontroering, in vertedering bij de kerststal. Het hele tafereel in Bethlehem. En we mogen het plaatsen in het licht van onze huidige tijd. En we kunnen ons die eenzame reis van Jozef en Maria en het balkbeest naar Bethlehem voorstellen. De eenzame reis naar de stad van David. Dat was ook de totale verlatenheid van ouderen in verzorgingshuizen tijdens de eerste golf. We kunnen ons voorstellen die drukte in de straten van Bethlehem om onderdak, om eten, om te zien. De verlaten straten van nu. En de herbergen waren vol. En onze ziekenhuizen zijn vol. En de herbergiers die sjouwen zich een ongeluk. En onze artsen en verpleging. En alle hulpdiensten evenzo. En de engelen die zongen. Eer aan God in den hoge en vrede op aarde aan de mensen die hij lief heeft. En wij proberen met kerstmuziek daar aan te tippen. En de herders die bekijken het pasgeboren kind van zo dichtbij dat ze zijn adem voelen. En we weten nog dat grootouders lange tijd alleen maar konden zwaaien naar hun kleinkinderen van achter glas. En kamelen en koningen sjokken met hun kostbaarheden richting de stal. Wij zien en hebben gehoord en horen ambulances die gieren om kostbare levens te redden. Broeders, zusters, we komen hier doorheen. En weet u wie dat het sterkst ervaren heeft? Een van de sterkste profeten, Sint Jan. En de profeet Jesaja. Tegen alle schijnbare toestanden in en verweer hebben zij volgehouden. Omdat ze geloofden in het woord dat vlees zou worden. Niet ik ben het, zegt Jan. Sint Jan, maar hij is het. Hij is de redder. Ik niet. Ik ben nog te klein en te nietig om de strikken van zijn sandalen los te maken. Ik ben het niet, maar hij is het. En dat woord dat vlees geworden is, vieren we vandaag. En dat woord heeft eeuwigheidswaarde. En dat woord dat landt elke eucharistieviering op het altaar. Daar wordt dat woord onbloedig telkens weer vlees. Hem ontvangen we door in de Eucharistie met hem verbonden te blijven. Broeders en zusters hier en thuis, aan u allen een zalig kerstmis. Hoe vreemd u het ook viert, of hoe klein en intiem. Misschien via de telefoon met een contact of een paar kinderen aan tafel. Wees ervan overtuigd dat er niets is in onze wereld wat de liefde van God voor ons kan afnemen. We ploegen door. We zijn voorzichtig. We zijn matig. Maar één ding wil ik u nog meegeven. Maak van uw lichaam een stal waar God woont in zijn vlees geworden woord, die met u meewandelt, die met u meedenkt, die met u optrekt. Mogen de stal hier in onze kerk,
mogen de kerststallen overal in onze wereld dat licht verwelkomen. En mogen wij moedig en gedragen door Gods liefde stand houden. Stand houden in de beproevingen. En uiteindelijk juichen van blijdschap. Zoals ook Israël uit het puin is herrezen. Zoals Gods licht uiteindelijk het vlees heeft aangenomen. Amen. Wij blijden nu samen ons geloof. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de vrijheid van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. In deze heilige mis dragen we bijzonder aan God op voor Sjaak Merks, voor Dini van Gemert, de overleden ouders van Gemert Willems, Wim van Halen, Riek van Halen Hooghof, Sjaak, Riet Hooghof, overleden familie van Halen, Martien Cornelissen, Hans Hoen de Klein, Hans van der Vliet, de overleden familie van der Vliet, Theo en Annie Verhagen, Jan en Bertie Poeplighausen, Theo Geutjes en de overleden familie Geutjes. De overleden familie van Oosterom en familie Rutte. Joke Michels Deriks. Piet Vollenberg. Beer Gerrits. Hein Litjes. Dien Litjes en hun dochter Dora. Herma Litjes Manders. Nelly Litjes van der Leest. De familie Moors Schepers, Peters Vredegoor, Aleid Peters Verhoeven, Annie Tone Bardoel, Ellie Derksen Verbeet en Ria van Zanten. Peter Ort en dochter Linda, Annie Teunissen Gerrits, Toon Ekstein, de overleden ouders Ekstein, Jan Ekstein, Marie Ekstein Reinders, Hermien Wouters Ekstein, Joop Ekstein, Annie Tone Bardoel, Toos en Jan Oelemans Gerrits, Jan en Joan Schrijvers Tomlin, Hans Arts en dochter Lisette, Henk van Dijk, de overleden familie Bardoel Koenen, Joke Windjes Spaan, Dora van den Akker Rutte, Joke van Tiene van den Heuvel, Annie den Doop van der Blom, de overleden ouders den Doop Kruisbergen, Theo en Jan den Doop, Paul Holtman en zoon Frank, Nelly Heuvelmans van de Ven in verband met haar verjaardag. We bidden voor Franske Heuvelmans, die ernstig ziek is en in een hospice verblijft. We bidden voor Henny en Riek Brinkhuis Welle, Leonard Brinkhuis, Bart Jansen, Frans en Ali Brouwer van den Hoek, Mies Straatman, de overleden familie Brouwer van den Hoek en Straatman Kersten, Ali van het Ende Smitjes en de overleden ouders. Schelter en Doortje Wolf Boerboom. Truus en Gert van Meegen en Ari Jansen. En we voegen toe hen die we in ons hart meedragen. En we vragen op voorspraak van Maria en Sint Jozef of ze behoed mogen worden door God zelf. Door de pasgeboren Zoon
Jezus Christus, onze Heer. Amen. Laten wij dan bidden, broeders en zusters, dat ons offer aanvaard mag worden door God, de Almachtige Vader. Moge de Heer het offer uit wanden aannemen, tot lof en eer van zijn naam, tot welzijn van ons en heel zijn heilige kerk. Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn, als een teken van onze dankbaarheid en onze wederliefde. Want gij hebt ons het eerst bemind in Jezus Christus, uw mens geworden Zoon, die met u leeft in eeuwigheid. Amen. De Heer zal bij u zijn. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal. Door Jezus Christus, onze Heer. U hebt uw heerlijkheid ontvouwd voor onze ogen. Nieuw licht is opgegaan. Uw woord is vlees geworden. Zichtbaar zijt gij geworden, onze God in hem. Naar u gaat ons verlangen, onze liefde, naar u die nog verborgen zijt. Daarom, met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u en zingen u toe vol vreugde. Thank you.
Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer, de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest, dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: neemt en eet hiervan, gij allen. Want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt. Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neem deze beker en drinkt hier allen uit, want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonde. Blijf dit doen om mij te gedenken. Verkondigen wij het mysterie van het geloof. Als wij er eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat hij komt. Zijn dood en verrijzenis en dachtig God bieden wij u aan, het levensbrood en de kelk voor het heil. Wij danken u, omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk verspreid over de hele wereld, dat er liefde volkomen wordt, één heilig volk met Franciscus onze paus en Robertus en Gerardus onze bisschoppen en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop op verrijzenis. Alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. En wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat we tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, met Catharina en Elisabeth, Vincentius en Antonius, Magutus, Lambertus en Sint-Jan, die hierin leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn. Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Laten wij dan bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons heeft gegeven. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef genadig vrede in onze dagen, dat we, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle onrust, hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. En de vrede van de Heer zij altijd met u en met uw geest. Thank you.
Zalig zijn wij die wij genodigd worden aan de maaltijd van de Heer. Zie dan hier het Lam Gods dat wegneemt alle zonden van de wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Heden is u een redder geboren, Christus de Heer.
Laat ons bidden. Heer onze God, gij hebt u vol getroost en zijt ons tegemoet gekomen. Met uw goedheid en uw trouw. Wij danken u voor dit kerstfeest dat nieuwe hoop brengt op een wereld van vrede en gerechtigheid. Wij vragen dat iedereen op aarde de blijde boodschap mag vernemen en eens uw heerlijkheid aanschouwen. In Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Heilige Elisabeth, bid voor ons. De Heer zal bij u zijn. Vanmiddag om 3 uur is er een eucharistieviering en vanavond om 6 uur. Er zijn nog een paar plaatsen gratis te vergeven. Morgen om 9:30 is de mis in Escharen en om 11:00 in de Brogkerk van Velp. En 5:00 in de avond hier in onze kerk. Zondag is het dan derde kerstdag, klopt hè? Ja, dan is het om 9:30 in de Kloosterkerk, er zijn ook nog wat plaatsen, en om 11:00 hier. Komende donderdag, oudjaarsavond, zal ik hier de laatste eucharistieviering vieren en min of meer een beetje afscheid vieren. Ik wens wel een heel gelukkig en een zalig kerstmis toe. Dat Christus in de stal van uw lichaam mag wonen, mag opgroeien. En met u mag meewandelen. Uiteindelijk zullen we de puinhopen van 2020 achter ons laten. En er zal nieuw leven komen. Een nieuwe wereld, misschien een andere wereld, waar toch steeds de zorg en de liefde voor elkaar en het woord dat vlees geworden is, met ons zal optrekken. Vanmiddag en de komende dagen tot ver na 2021, nee, tot ver na nieuwjaar zal de kerk in de middaguren open zijn om de kerststal te bezoeken. Geldt ook voor de kerken in Escharen en in Gassel. Ik wens u allen God zegen. De Heer zal bij u zijn. Zegenen en behoeden u de Almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Gaan we dan heen in vrede. Wij danken.